De dag in 30 seconden. Je vraagt je waarschijnlijk af waarom is Simon in de grond aan het hakken. Nou, hij heeft daar een goede reden voor. Het is namelijk een project van het Wereld Natuurfonds, waarbij de lokale bevolking wordt gestimuleerd het bos weer in ere te herstellen. Om de mensen zelf daar ook van te laten profiteren, heeft het Wereld Natuurfonds ervoor gezorgd dat er naast de normale bomen, naast het normale woud, ook rubberboompjes voor de mensen worden geplant. Zodat de mensen daar ook hun economisch gewin uit kunnen halen. Nou, er is wel een lange adem voor nodig, want ik geloof dat dit project een looptijd heeft van 30 jaar, maar over 5 jaar kunnen ze rubber gaan tappen. Dankzij jou, Simon. Dankzij jou. Hoe voelt dat? Wereldgasten in Indonesië. Waar? In Indonesië.